We gaan richting het circuit. Er is namelijk de W-series komt eraan. Een speciale raceklasse voor vrouwen. En dat is volgens mij best uniek. Maar dan gaan we eens vragen aan een hele mooie autocoureur hier uit de buurt. Laat hem maar uitgenodigd. Dag Stefaan Cox. Je spreekt met Arianne en Koen van Brabantsbond. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Hi. Ja, wij lazen over de W-series. En toen hadden wij zoiets. Daar moeten we Stefaan Cox eens over bellen. Want Stefaan is autocoureur. Een dame in een mannenwereld. Want volgens mij was het altijd zo dat dames met mannen racen, toch of niet? Ja, dat klopt. In principe is het gewoon gemengd. En het is natuurlijk wel zo dat de percentages zeg maar 99% tot 1% staan qua mannen en vrouwen. Dus het is wel in die zin nieuw ook voor mij, want ik ben eigenlijk gewend om eigenlijk alleen maar tegen mannen te rijden. Ja, nou sta jij groot al, ook de Telegraaf heeft jou al benoemd tot ambassadrice. Maar het is nog helemaal niet bekend of jij hem ook gaat rijden, want hoe gaat dat precies in zijn werk? Nou ja, ik moet zeggen dat van de Telegraaf was ik zelf ook een beetje, stond ik van perplex. Want dat wist ik helemaal niet. Sta je iedere dag van de Telegraaf perplex? Ja, precies. Nee, het is gewoon zo. Ze hebben mij benaderd. Hè. Ze hebben zelf een aantal voorselecties gemaakt. Puur op performance, zeg maar. Op wat je gedaan hebt tot nu toe. En vervolgens hebben ze mij eigenlijk benaderd. En natuurlijk heb ik me daar positief over uitgelaten. Omdat ik gewoon achter het concept sta. Dus, of je dat ambassadrice wil noemen, weet ik niet. Ik sta er gewoon positief voor open. En ik ben heel benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen. Ja, want je wil hem wel gaan rijden, lijkt me. Want ja, dat is een mooie kans natuurlijk. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou ja, ja, tuurlijk wil ik rijden. Hè. Ik ben gewoon coureur en ik wil heel graag op hoog niveau rijden. Volgens mij, wat ik begrepen heb... ze gaan nu gewoon een selectieronde doen... op allerlei vlakken, dus zowel in de auto als in de simulator, mentale training, fitnesstraining, mediatraining. En dan uiteindelijk blijven er 18 tot 20 vrouwen over en die mogen rijden. Is het dan flauw om over achteruit inparkeren te beginnen of niet, Stefaan? Dat is heel flauw. Ja, oké, nee, dan doe ik het niet. Nee, maar dan vraag ik het gewoon. Dan doe ik het niet. Nee, ik hoop niet dat jij straks mijn auto tegenkomt. Nee, ja, natuurlijk. De link met vrouwen en auto's is altijd een beetje... fragiel, omdat vrouwen worden eigenlijk altijd geassocieerd met niet goed kunnen autorijden. Of juist als in de zin van pitchpush, gridkill-achtig scenario. Maar iets ertussenin is er niet. Nee. En als je dan als vrouw... Kijk, weet je wat het is? Ik ben toevallig vrouw, maar ik wil gewoon heel graag racen. Dat is primair bij mij. Nee. En dat ik dan in zo'n programma word betrokken, wat echt gewoon van hoog niveau is... Ja, dat is voor mijn racehartje gaat dat zeg maar harder van kloppen. Ja, zeker. Nou, het is ook niet gek, hè, want het zit echt in je bloed. Je bent de dochter van Peter Cox. Veel mensen die van autosport houden, die kennen die naam op zeker. En die kennen jouw naam trouwens ook, dus dat scheelt dan wel weer. Maar zijn er nou veel verschillen op het asfalt, op het circuit tussen mannen en vrouwen? Ik denk zeker van wel. Ik denk zeker dat er verschil is. Kijk, je kunt natuurlijk nooit generaliseren, maar... Ik denk dat het bij vrouwen zo is. Die zijn over het algemeen toch wat zekerder. Denken misschien twee keer na over een bepaalde situatie of over bepaalde consequenties. Daar waar mannen, en zeker jonge jongens in de kartsport of in de autosport, gewoon ervoor gaan en wel zien waar het schip strandt. En dat is natuurlijk, daar komt het racen soms, en zeker voor de buitenstaander op tv ten goede. Maar om, naar mijn mening, om een complete rijder te zijn, moet je gewoon meer kwaliteiten hebben dan alleen maar heel hard kunnen rijden. En natuurlijk moet je op de laatste honderdste of duizendste snel zijn. Maar je moet ook de auto heel houden. En je moet hem thuis brengen. Je moet met het team kunnen communiceren. Je moet feedback kunnen geven. Autoracen is wel veel meer dan alleen hard rijden. En ik denk dat de kwaliteit van vrouwen, die wel een beetje gas geven natuurlijk, daar heel goed in uitkomt. Juist, nou mooi. Mooi dat het gaat gebeuren. En ik weet één ding zeker, want ik had net een grote mond met over achteruit inparkeren en zo natuurlijk. Ik denk dat als wij een rondje industrieterrein zouden doen, dan zou ik er al bij de eerste bok kwijt zijn. Dus, nou, afgesproken dan. Doen we dat wel is goed, zetten we het een keer vooraf. Doen we. Hey Stefaan, heel veel succes. En wij gaan het volgen of het uiteindelijk jouw klasse gaat worden. Wie weet? Top, dankjewel. Jij ook bedankt, hè. Houdoe. Oké, groetjes. Doei. Leuk, want zij kan gewoon echt heel goed rijden. Ja, maar ze is ook gewoon een slimme griet. En een beauty, weet je wel. Dus... Ja, ik zeg, moet het toch een keer uitnodigen. Al is het alleen maar voor jou. Nou, dus ik ben daar niet op tegen. Geen enkel bezwaar zelfs.